Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van DisneyCraft. En in deze aflevering, ik geloof in mijn hoofd 140 alweer, gaan wij een terugblikje nemen in DisneyCraft 1.0. En gaan wij heel erg iets, ja, we gaan iets fantastisch doen. We gaan namelijk naar een attractie. En die attractie was Leroy, maar ik geloof iedereen zo benieuwd naar. Want hoe zag het eruit bij het gebied van de Clown Down? Of Clown of All, daar gaan we nu naartoe. Oh ja, dat grotje hier, dat weet ik nog. Oh, dit herken ik niet. Wat is dit voor grot dan? Hoort dit bij... Wat was dit dan? Het was volgens mij een shortcut. Oké. Of een uitgang. Oh, apart joh. Was dat uitgang? Hier, de Lion King. Dat is de uitgang, ja. Oh joh, apart. Hallo. Dat is wel veranderd. Hallo. En we gaan hier door naar de... Even kijken, we kunnen Eiko Bacon wel eventjes... Zullen we die vragen of die ook wel komt hier? Flop! En daar ben je! Hallo Robin! Hallo! Welkom! En we gaan eens even kijken naar dit gebied. Ik zie al wel wat op dat bordje hier, hè? Wat dan? Ik zie geen Clown Down meer staan. Nee, oh, dan is die al weggehaald. Jammer. Oh. Ik zie een hele grote toren en die staat nu bij Sprookjesbos. Zie ik al. En het is natuurlijk de houten achtbaan die een hoop kuren had en een hoop problemen. Oh, wel ja. Echt een ontzettend leuke houten achtbaan was. Het is nooit officieel geopend, toch? Oh nee. God. Oh jee. Oh, God. Dit is dit is wennen hoor, dit is echt wennen. Het biervat krijgen we. Kijk hier. Ja, ja. Ja. Theater. Het theater, ja. Wauw. Ik zit nou echt zo te kijken van, wow. Ik denk dat jullie ook met mij meekijken zo van, wow. Dit is apart. Oh ja, dat theater. Je kan er nog... Is dat weg bij ons? Ja, hè? Ja, dat is niet. Dat is compleet, er staat museum natuurlijk. Zo. Kijk dan. Dit is gaaf. Kijk nou. Een decor? Heel decor. En dit is natuurlijk een muppettheater geworden natuurlijk. Schitterend. Oh, Gio gaat naar boven. Hey, ja, ik even kijken. Oh, die karretjes, die konden natuurlijk... Ja, kijk hier. Dan kon je met een karretje en dan kon je... Wacht, ga ik maar even proberen nog. Dat was vroeger. Dan kon je een karretje neerzetten. Oh, Irma doet het al. En dan kon je eerst dat uitzetten, dan ging je erin zitten en dan deed je de lever omhoog en dan ging je. En dan weet je wat goed is geteleporteerd. Ja, dan kom je precies uit op dat punt. Hij komt weg. Weg. Geef je nu, Je zit weer in de ik zit er weer helemaal. Ik zit weer gebukt. Ik ga verkeerd. Hoe ziet het eruit? Dat zit er helemaal. Ik snap niet hoe dat kan. Ik snap dat niet. Hoe kan dat dan in godsnaam? Hoe deed ik dat, joh? Wacht, ik ga het proberen of het lukt. Wacht. Ik ga het nog eens proberen, ja? Let op. Het ziet er niet uit. Zo raar, joh. Kan ik dat ook? Oh, ik weet het! Kijk! Wat? Je harses. Je steekt echt dus ook zo met je hoofd. Kijk dat! Zo, ga weer even kijken. Hallo, ik ben een kleine kinderbabel. Ja? En dan krijgen we hier de clownaanval. En dat is gebaseerd op de Fata Morgana ingang, dat weet u inmiddels. En natuurlijk de Carnival Festival idee. En ik neem natuurlijk de shortcut, jullie weten het. Je kan ook via hier. En dat was een karretje nog. Bravo, oh ja, toen nog wel. Woo! En een hoop hoofdjes ook. En een hoop hoofdjes zijn ook veranderd, zie ik ook. Irma! Ga weg! Ja, maar dit moet een realistische Carnival Festival. Ik kan niet slopen! Ik kom eraan! Nee, als je duwt, gaan ze gewoon naar voren als goed. Kijk! Kijk, hem slopen! Yeah! Ik ga van karretje naar karretje. Kijk die Leroy! Hij springt over! Prachtig!
Ja, prachtig jongens. En dit was de eindscène. Oh, daar bewoog alles. Kijk dan, ik zit buiten het karretje. Kijk, dit moet je zien. Kan ik hem stoppen? Nee, nu niet meer. Oh, schitterend. Oh ja, weer. Kijk nou, met het karretje ik schuin. Dit is niet te filmen, joh. Ja, nou, dat ben je juist nee, aan het doen. Nee. Met een karretje. Oh, ik ga kijken of het karretje kan stoppen. Ik denk het niet. Het karretje zit serieus schuin op de baan. Oh, nu niet meer. Schitterend. De lieve schuin erin. Ja, prachtig. Oh, wat? Raar, joh. Oké, okay, nou, met de uitgang. Hier is de uitgang, jongens. Ik zal een stukje breken dat jullie stil komen te staan. En hier was de uitgang van de clownaval. Het is toch wat? Het is toch wat? En hier was natuurlijk dat kleine clownentheatertje waar al die mensen zaten hier, alle crewleden zaten hier te kijken. En hier was dus, hier waren de clowntjes aan de gang voor een klein kindershowtje. Dat allemaal bij de clownaval. En ja, ik geloof dat daar Atlantis. Maar kunnen we even kijken hoe wat er van Atlantis is? Want hier is ook de houten achtbaan. En die was hier ook natuurlijk, die hebben jullie waarschijnlijk nog niet gezien. Sommigen hebben wel gezien, sommigen niet. Maar dat was een heel leuk baantje. Misschien als we even een kart pakken. Hij deed alleen niet zo goed. Nee, hij deed niet zo goed. Nee, hij was had wat kuurtjes. Had de verkeerde kant op. Nee, dat was de goede kant. Ja, dat was de goede kant. Ja, dat is 100%. Ja, zeker. Kan niet missen. Maar je kan sowieso niet naar beneden. Je moet B ingedrukt houden, dan ga je vooruit. Weet ik. Ja! Nee. Ik kon nu vooruit, shit! Waarom die kant op? Niet te filmen dit. Nee, Kevin, niet doen! Kevin, dan sta ik stil! Niet doen, Kevin! Kan iemand mij even duwen? Ik zit vast op een beneden stukje. Nee. Ja, ik duw mezelf, ja! Oh, wacht, let op. Kijk. Ja. Is dat niet te filmen dit? Nee. Als je allemaal achter elkaar gaat, kom maar. Nee, gooi. Hallo! Nee, Bacon! Wat? Prachtig! Oh my god! Nee. Niet te filmen! Dit was het Atlantis gedeelte. Ik ga de andere kant. Steeds maar weer. Altijd toch gezeik bij jou. Zo gaat het ook. En dan gaan we hier kijken, want dit was wel een groot gedeelte. Dit is heel apart. Ik ga even F3 en A doen. Dat we even refreshment krijgen. Refreshment. Refreshment. Oh wow, daar staan al die koepels nog. Dat je kon kijken. Wat dan? Daarboven in de lucht. Koepels? Koepels daar. Oh, daar. Oh joh, kijk nou. Oh, meen je dit? Ja. Oh joh, daar kon je als een muisje kon je kijken hoe wij Atlantica bouwden. Weet je nog? Dat was echt gaaf. Zullen we eens kijken, zullen we erin kijken? Dat was zo leuk. Dan was je net een muisje en dan kon je van de ene koepel naar de andere. Echt waar, kijk, dan was je hierin. Dan kon je hier een gat, want Atlantica is nog niet afgebouwd, denk ik. Ontstap, waar status. Oké, okay, en de... Oké, okay, nou joh. Wat een verandering. Ik kan niet vliegen. Oh. Gio. Yo. Nee. Kijk er doorheen. Nee. Shit. Je kan ook, jongens, je kunt ook niet verwachten dat we serieus gaan doen in deze aflevering. Maar we gaan eens kijken, want kijk dan, er is nog helemaal niks afgebouwd dit stuk. Moet je kijken. Wow. De attractie layout lag er al. En ook helemaal binnenin was er gewoon... Even kijken hoor. Kijk dan jongens. Oh, schitterend. Dit heeft Irma toen allemaal lopen bouwen hier. Binnen. Oh, ja. Waar? Moet je kijken hier alweer? Ben je? Ja, ik ben... Ja. Even kijken, wat ben jij? Oh, ik vind het zo wel veel mooier hoor. Ja, dat is beter hè? Nou, bedankt voor je. Oh, daar. Onafgewerkt aan land... ja. Apart hè, moet je kijken. Apartica. Ook die baan. Apartica, ja, schitterend. We vliegen door, denk ik, naar het Wild West. Want, oh my god, ik zie nu niet eens. Disney Plaza is er volgens mij niet eens. Is dat zo? Is Disney Plaza? Nee. Ja, kijk nou. Plaza. Disney Plaza is er niet. Kijk nou, joh. Schitterend. Hier kwam je van. Oh, als je doorvliegt naar het gedeelte. Ja? Hier komt het groeien. Ja, hij is laat. Hallo!
Kijk, je ziet hier Disney Plaza, hier kon je ja, naar het Atlantica gedeelte. Moet je kijken, er is gewoon, dit is allemaal nog niet af en het is allemaal verplaatst. En hier zit als het goed is een heel gat. Ja, klopt, kijk. Hier komen we terug bij de Indië. Prachtig. Of is dat niet hier? Ja, het is, ja, het is ja. Indiana, ja, zeker weten. Dus het hele onafgemaakte gebied nog, maar het was ook helemaal anders gedaan, joh. Atlantica, dus leuk om te zien, mensen. Ik hoop dat jullie dit net zo leuk vinden als ons. Dat we gewoon even kijken door een map die niet eens af is. Oh, een Junk Error! Oh, deze Junk is niet meegenomen. Jammer. No. Geef niet. Geef niet, maakt helemaal niks uit. We zien wel een stukje, maar de geest staat in dit niet op. Oh. Oh. Dat vind ik niet zo geestig. Nee. Nee. Even kijken hoor. En hier heb ik allemaal hoofdjes, joh. Iemand heeft echt... Ik weet niet welk hoofdje dat is. Het. Apart, hè? En hier komen we dan bij de... Dit is trouwens de Lost geworden attractie. Hier de ingang van Lost. En dat was niet eens een attractie. Dat is gewoon een stukje waar je doorheen kon om naar Wild Westen te gaan. Heel apart. Rocky Mountain stond zelfs afgebeeld, terwijl die nog niet eens gebouwd was. Jawel. Oh, ja. Het waren die grote oranje. Ja, maar was die in de map stond die nog niet, of wel? Jawel, die hadden we staan en die is toen later weer weggehaald. Oké, en ik ben heel benieuwd of er nog een attractie zit hier. God. In dit gebouwtje hier. Er stond hier, was dat hier zo? Of was dat... Roy's Comedy Club. Waar was dat nou, die attractie, binnenin? In die Wild West Mine? De Donut Mine? Nee, de... Dat je in het Wild Westen ging. Die lanceercoaster. Nee, nee, ook niet. Oh, dat ding! Ja, dat Wild West dark rijtje in de grot. Dat was daar, hoor. Dat was hier zo. Dit gebouwtje moest je in. En dan moest je via de daken, balkonnetje. Hier zo was het, deze. Hier zo. Klopt, ja. En kijk of dat er nog is, joh. Moest je hier naar boven? Ja, wacht, hij staat nog. En dan kon je hier naar buiten. Oh, ja. Ja, en dan ging je hier zo op het dak. En dan ging je hier naar binnen. Ja, dit kan ik nog herinneren. Ging je een trap af? Ja. Oh, kijk, gedelen staan er nog, joh. Dan ging je nog verder en dan ging je een grot in. Hier zo. En dat was nog helemaal niet gebouwd. Maar hier liep je een grot in, zo, op die manier. En dat was een hele darkheid hier binnenin gebouwd, joh. Heel apart. Nou, dan gaan we echt? Verder. Ja, is echt zo. Ja, ja. En even kijken hoor, dan gaan we hier naar de Indiana en de Stone Slider. Nou, die zijn eigenlijk niks veranderd haast qua ingang. Ja, dat is niks veranderd en Stone Slider is wat, wel heel wat een leuk huisje hier. Het pad is wel een hoekhuisje. Kevin, waar ben je? Je bent zeg maar niet bij ons. Ja, dan weten we niet. Achter het spookhuis. Oké, achter het spookslot, kijk nou. En je ziet zelfs een grafkist, die is net niet meegekopieerd. Of verwaagd in de chunk. Maar wel een gedeelte van het spookslot staat er nog. En zijn het... Even kijken, is het de loopattractie nog? Ja, dit is ook weinig veranderd. Oh, ik moet slash heal doen. Kort blindness. Oh, dat kan ik niet doen. Ja, nou, dan ben ik... Melk voor elk. En dit was nog een gewoon de dark ride. Ik geloof, is dat de oude layout of de nieuwe? Als het bos er is... Oh, dan is dit de nieuwe nog. Ja, prima. Oké, nou, hier is niet, voor de rest niet veel aan veranderd, dus het spookslot. Ik breek mijn weg naar buiten. Ja. Kijk hoor, zullen wij richting waar Leroy heen gaat daar zo? Ja, waar Gio ook heen gaat. Even sneaken. Volgens mij, omdat er een dit er staat, is het wel geen loopattractie hoor. Ja, kijk eens, de karretjes staan er gewoon. Zo met z'n allen erin? Ja. Oh, god! Verkeerde kant op. Oké, kom maar jongens. Maar dit is eigenlijk echt de map voor 2.0. Ja, absoluut. Wat? Wat? Wow! Want je komt bij de imme! Het lijkt net alsof jullie samen in een karretje zitten. Ja, ja. Oh, kijk, dat mos, jongen. Dat mos groeit overal door. Irma, ik zie niks. Je hebt niks! Nu weer wel. Hey Leroy! Achter je. Hallo. Ik ga super terug. Nee. Ja, nee. Heel rustig, dan gaan ze niet af. Oh! Ik zeg nog heel rustig. Wat prachtig, echt in 1 seconde. Rustig zei, plaatste ik er net een achter me. Echt waar? Ja. Heel rustig, ja, heel rustig. Niks doen. Ik doe het even voor me, heel op ons gemakje. Nee, 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 nee. Heel rustig. Ja? Als die hier ontploft, hè, dan ontploft gelijk de halve attractie mee. Oh. Denk je? Ik wil terug! Ik wil! Nee! Weg! Oh. Ik
kan je toch niet meenemen? We slopen de zon. Waar ga ik ook mee kunnen? Nee! Niet achter me plaatsen, aapje. Oké. Nou, ik vind hem wel heel mooi zo. Oh, goed jeetje. Wat gebeurt daar? Dan komt die Leroy weer naar buiten. Leroy. Oké, okay. Let's go to de volgende attractie. Let's go to de volgende attractie. De kabouter weer, is dat die nog? Dat zal best. Dan moeten we deze kant op, hè? Hier. Gaan we dit pad volgen als je de Aladdin uitkomt. Waar ben je? En dan, als je Aladdin uitkomt aan de rechterkant, dan kom je in het kabouterritgebied. En hier, ja hoor, de kabouterrit ingang is nog helemaal afgeschermd. En dan zien we hoe smal. Dit is ook helemaal naar achter gegaan, lijkt het net hoor. Het lijkt me of het groter is geworden. Oké. Okay. We hebben wel pas aangepast. Ja. Een beetje. Zou eens aanpassen. Kom hier. Ik heb een cadeautje voor je, Vincent. Is dat zo? Ja. Oh nee. Hier zo. Ik ook. Leroy. Waar zo? Ja, wacht even. Dan niet kijken. Echt een heel leuk cadeautje. Je staat echt met je neus boven de bril. Ja, echt dan niet kijken. Hier zo. Die lever moet je hebben. Nee, die lever hier. Nou, dit was 1.0. Nee, we gaan zo de studio's ingaan met z'n allen. Moet je kijken, die Main Street. Oh, wauw. Nou. Geen Main Street meer, geen Main Street. Dat was Main Street. Ik denk dat. Ik weet het ook niet. Jongens, we gaan afsluiten. Want het is alweer de hoogste tijd. Wat is er? De nieuwe attractie. Wreck-It Ralph. Get wrecked. Hey Vince, weet je dat die sloopkogel ook werkt? Haal die lever maar over. Is dat zo? Even kijken hoor. Oh. Ja, die sloopkogel werkt. Meen je dat? Ja hoor. Echt waar joh. Dat is goed te zeggen. Oh, doet hij dat niet? Ja! What am I thinking right now? That you've been a huge disappointment to your family. Vooral de studio's gaan we dit keer naar kijken en ik ben heel benieuwd. Vergeet geen like te geven en bedankt crew voor meedoen van deze video. Tot de volgende keer. Doei doei! Dag! Doei.